Een goedenavond, dames en heren. Het vierluik in de Alpen is begonnen. En om alles van op de eerste rij mee te maken, bent u van harte welkom hier op La Placette, een dorpspleintje in Pralou. En Pralou is de plek waar vandaag de aankomst lag van de Tour-etappe. Pralou ligt in de Haute-Alp op een hoogte van 1600 meter. Het dorp wordt door een bergweg in twee delen gesplitst. Het bovengedeelte met de meeste bars en winkels en een lager gelegen deel dat residentiëler en veel rustiger is. Pralou is de toegang tot een skigebied dat sinds de jaren 60 is uitgebouwd en zo'n 180 kilometer piste stelt. Daarmee is het zowat het grootste skigebied van de zuidelijke Alpen. Hier op het plein kijken we terug op de eerste Alpen-etappe. En we gaan dat doen met Tom Waas en Wout van Aert. Wout van Aert is de kroonprins van het veldrijden, 20 jaar nog maar, 13 zegens vorig seizoen en vice-wereldkampioen bij de profs. Tom Waas is dan weer de koning van de actietelevisie. Voor Wouters versus Waas reed hij zelfs de 620 kilometer lange oude wielerklassieker Bordeaux-Parijs. Tom en Wout, en u thuis, meer moet dat niet zijn. Welkom in Vive le Vélo. Sans courage, sa bonne humeur et son esprit, Paris sera toujours pareil. Het kan niet elke avond een kasteel of een meer zijn. Het mag ook al eens een dorpspleintje zijn. Heel gezellig, met een pizzeria, een fotozaak, een sportwinkel. Alles is voorhanden. Mochten we iets nodig hebben, dan springen we gewoon binnen. Welkom Tom Waas, welkom Wout van Aert. Wout, het is nog niet eens zo lang geleden dat we jou Woutje noemden. Maar dan heb je op één jaar hoeveel centimeter gepakt? Ja, tussen de 10 en 15 centimeter. Ja, dat is enorm, hè? Nu ben je een volgroeide kerel, 1,87 meter, ook al gespetterd in het veld ondertussen. Het is je eerste keer dat je in de Tour bent, heb ik begrepen. Ja. Ik heb een paar weken geleden in België gaan kijken, maar de eerste keer dat ik echt in het circus aanwezig ben, ben wel onder de indruk geraakt van dat. Ja, wat zijn jouw eerste indrukken van dit circus? Ja, gewoon de organisatie, hoe dat die op punt staat. Overal staat er wel iemand voor u de weg te wijzen en wat wel mag en niet mag. Hoe groot dat er is, iedereen is hier aanwezig. We zijn op de cross gewoon dat er van één land cameraplogen zijn. En hier heeft elk land zijn eigen kippen bij. Heeft mij het meest verbaasd. Ja, heb je de Tour een beetje kunnen volgen de voorbije week? Want je hebt zelf gekoerst ook. Ik zag jou in de uitslagen staan in de Ronde van Luik. Goede resultaten gereden trouwens. Proficiat. Dank u. Ik heb de koers kunnen volgen. Ik kijk elke avond naar het programma. De Tour de France is eigenlijk altijd een van de wedstrijden waar je met heel veel aandacht naar kijkt. Mm-hmm. Is dit ook de koers die doet dromen als kind? Waardoor je wielrenner wil worden? Of was het voor jou onmiddellijk het veld? Ja, ik ben eigenlijk via het veldrijden in het wielrennen gekomen. Dus de Tour heeft nooit echt een droom geweest. Maar nu de laatste jaren, met op de weg beter en beter te doen, is dat wel iets dat aanspreekt natuurlijk. Dus nu dat ik hier ben... is dat wel iets om naar uit te kijken, misschien ooit. Ooit. Hè? Thomas, fan van Wout van Aert? Ja, je kunt er deze seizoen niet naast zien. Alleen vorig seizoen was fantastisch. En ik denk dat dat nog een hele grote gaat worden. Ja? Ja. Niet centimeters, maar als coureur. Ja. Ja. Je hebt er nu een hele dag mee opgetrokken. Ja. Wat voor vent is het? Een heel aangename gast. Ik vind hem eigenlijk op 20-jarige leeftijd vrij volwassen. Rustig. We hebben goed gelachen. We hebben ons geamuseerd. Het was echt een heel aangename dag. Ja. Ja, dat gaan we dadelijk ook wel zien. Een paar filmpjes gemaakt met jullie, waarin er inderdaad veel is gelachen. Maar ik wil eerst nog eens wat beelden van jou terughalen van het WK bij de beloften in Hogerheide. Ja. Dat is nog niet eens zo lang geleden, vorig jaar, het jaar voor je prof werd. Je werd daar wereldkampioen. Op een verbluffende manier was het. We zien je hier lopen. Mathieu van der Poel was de grote favoriet in eigen land. Bijna in zijn achtertuin. Maar er stond geen maat op Wout van Aert. En hij wordt wereldkampioen voor Michael van Tournout en Mathieu van der Poel. En dan zijn er heel veel emoties, Wout. Van waar kwamen op die dag die emoties? Wereldkampioen worden, dat was iets dat ik wel van had gedroomd, maar niet verwacht. Ik had die maand eigenlijk alles een beetje gezet op Belgisch kampioenschap, waar ik dan gedisqualificeerd werd. En voor mij was dat wel een grote revanche om daar terug te slaan eigenlijk. Ja, dat is nog wel wat meer dan een Belgische titel natuurlijk, hè? Ja, dat wel. Maar ondertussen is die Belgische titel toch ook iets dat ik onderhand wil bereiken. Dus in het veldrijden zijn er eigenlijk twee belangrijke kampioenschappen. En kampioen van België worden is zeker niet simpel. Oké, kunnen straks misschien je checklist in het veldrijden eens overlopen. Tom, wat vind je van dit skioord, Pralou?
Ik weet niet wat ik hier zou komen. Het is maar oud bouwvallig zo een beetje. Het is een doet je aan Blankenbergen denken? Ja. Wel, ik ben niet op het trappen nog eens. Ik kan het er al uitleggen. Nee, ik kom hier heel graag. Tom, rij je af en toe nog eens een ondergrondse parking binnen met je fiets op het dak? Nee, dat heb ik afgeleerd. Dat ooit gedaan, hè? Ja, ik ben ooit... het was mijn kerstfiets. Ik kwam dan met een plank uit, met een fiets op het dak. En ik moest een vlucht van kerst aankopen gaan doen. En ik reed de parking van weinig in het shoppingcentrum binnen. Ik was vergeten dat mijn fiets toch op het dak stond. Fiets en dakrek. Ja. Jij bent veel aan het fietsen, heb ik begrepen. Ja. Ik ben met een aantal vrienden. Ik heb heel veel gefietst. Ik heb de Gran Fondo in New York gereden. Ik heb met mijn vrienden, 10 vrienden van Barcelona naar Marbella gereden. Ja. 1250 kilometer. Ja, ik fiets veel. Daar gaan we het straks eens over hebben. Ja. Zeker, over die fietstips van jou. We moeten eerst even door met het programma. Dit is ons wiel. Daaraan is gisteren weer gedraaid door Rob Harmeling. En toen kwam rug nummer 189 uit de bus. 189, daar stond een Zwitser naast. Een Zwitser, Marcel Wies van Jam Cycling. En Lieven van Gils is dus op bezoek geweest bij Jam Cycling. I am Marcel Wies, Switzerland, 29 years old. It's my second Tour de France here. Marcel, question en français ou in English? What do you prefer? Swiss German. No, Swiss, yeah. English is good. Is Swiss German your native language? Yes, yes. Born in Bern, and you still live in Switzerland? Yes. So Marcel, how did you spend the rest day? I saw a picture of you on Instagram. You seem to be having fun. The fun was just to ride the bike without having pain in the legs. I went really, really slow along the lake. It was good for the head and good for the legs. Okay, I see. The Alps, they do not scare you, I think. You're a pretty good climber, no? Yeah, normally the last week is good. The Alps I like also very much. Not sick anymore, so attack. Are you going to attack? Of course. Today? Yeah. Breakaway? I hope so. Okay, I hope so for you. Everybody won't. That's not so easy, but I'll try. Okay, I wish you good luck. Also, ciao zusammen, habe ich gabige Tage. What does that mean? Okay, goodbye and have a nice day. Okay, have a nice day. Thank you very much, Marcel. Thank you. It was nice meeting you. Bye. Ja, er zouden er 28 wegrijden vandaag, maar daar was Marcel Wies niet bij. Zo moeilijk is het om in zo'n ontsnapping te zitten. De rit van vandaag die situeert zich tussen Digne-les-Bains en Pralou, waar wij ons bevinden. De slotklim naar Pralou. 161 kilometer lang is deze etappe met onderweg 5 beklimmingen. Eerst 2 van derde categorie, daarna 1 van tweede categorie. Met diep in de finale de Col d'Alost, dat is er 1 van eerste categorie. En met zijn 2250 meter ook het dak van de Tour, omdat de Galibier is weggevallen. De aankomst ligt hier boven in Pralou, aan het eind van een klim van tweede categorie, die ook nog eens 6,2 kilometer lang is met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,5%. Een van de beste klimmers in deze Tour is zonder enige twijfel dat kleine Colombiaantje Nairo Quintana. En Quintana heeft hier wel wat landgenoten op bezoek en die stonden hem vanmorgen op te wachten aan de start. Quintana, su merced, queremos foto con usted. Quintana, su merced, queremos foto con usted. Quintana, su merced, queremos foto con usted. Tom, jij kent Spaans, wat zeggen ze? Iets con usted, we zijn met jou. Ja, we zijn met jou, con usted. Maar de rest heb ik ook niet echt begrepen. In elk geval, hij geniet er heel erg van. Nairo Quintana, hele sympathieke, vriendelijke jongen. Die uitstekend klimt en allicht ooit wel eens de Tour gaat winnen. Hè. Dit jaar gaat het misschien niet lukken, tenzij Froome nog iets overkomt. Goed, dan gaan we fietsen. We trekken ons langzaam op gang. En sommigen met angst en met loden benen, want er zijn vandaag 6 opgaves. Of mensen die niet gestart zijn. Didier Laurent, Jérôme Coppel, Nathan Haas, TJ van Garderen, Sam Bennett en Michael Kwiatkowski gaan het eind van deze etappe niet zien. En misschien hoort u het in de achtergrond, wordt hier op café de Marseillaise gezongen. Niet zoveel Fransen in de aanval, een paar toch wel. Bakelands is meer, dat is een landgenoot van ons. Pinot als Fransman, Vaugrenard, Port en Roach, 2 mannen van Sky, die zijn vooruitgestuurd door Froome, dat is slim gezien. Maika is mee, Sagan is andermaal mee, ook onze Serge Pauwels zit daar, Kruiswijk, Oeran, Yates. En in het peloton wordt dan weer gecontroleerd door de mannen van Team Sky. Dit is een pijnlijk moment. TJ van Garderen, de derde in de stand, is ziek. Wordt bijna onmiddellijk gelost in het peloton en geeft er op 78 kilometer van de aankomst de brui aan. TJ van Garderen verdwijnt uit het klassement en uit de Tour.
Pauwels wil punten sprokkelen voor de bolletjestrui. Komt als eerste bovenop de Col de la Côte Saint-Michel, tweede categorie. Na 111 kilometer een tussensprint in Beauvaisère. Daar gebeurt niet zoveel. Vaugrenard pakt 20 punten, Degenkolb zegen 10, die is ook mee. En Sagan 15. En dan krijgen we op 48 kilometer van de aankomst een aanval van deze man met de baard, Simon Geschke. Een Duitser met een hipsterbaard, zoals dat dan heet. Geschke is bezig aan de Col d'Alos, die klim van eerste categorie. En heeft al een voorsprong van 2 minuten bij elkaar gefietst. Ook het peloton begint aan de Col d'Alos. En de koplopers die hebben een vrijgeleide gekregen. 10 minuten 24, dus de winnaar zit zeker vooraan. In de achtervolging op Geschke een vijftal met Pinot, Kruiswijk, Matthias Frank, Talensky en Adam Yates. Dus 5 man in de achtervolging. Voor Pinot gaat het niet snel genoeg. Hier zien we een demarrage in de hardspelbocht. Pinot gaat op zoek naar Simon Geschke. Hij wil absoluut een rit winnen in deze ronde van Frankrijk, deze Thibaut Pinot. In maanden is het niet gelukt, hier misschien wel. Maar Geschke komt als eerste boven op de Col d'Alos en pakt daar de premie, de souvenir Henri de Grange, goed voor €5.000. Altijd boven op het dak van de Tour, 2250 meter hoog dus. Pinot komt er als tweede boven op een minuut, iets meer dan een minuut van Simon Geschke. En in het peloton gaan die van Astana tempo maken. Nibali heeft gezegd, doe maar eens, trek maar eens open, we gaan eens zien wat er hier gebeurt. En wat gebeurt er? Mollema vliegt eraf. Mollema, negende in het klassement, heeft een moeilijk momentje. Wordt opgewacht door Bob Jungels. En hier, opletten, opletten, Thibaut Pinot, opletten. Even schuiven tegen de grond. En hier verliest hij 20, 25 seconden, halve minuut op de man die vooraan rijdt. Dan gaat Nibali demareren. Maar Froome die blijft in dat zadel, ontwikkelt dat omwentelingen aantal dat hij gebruikelijk ontwikkelt tegen de 100 aan en gaat erachteraan. En dan komt er een aanval van Nairo Quintana en weer Froome vanuit het zadel dat molentje ronddraaien en er naartoe. Hij is niet te verschalken, de Brits. En hier komt hij Richie Poort tegen, vooruitgestuurd en kan nu nog wel een deel van het werk doen. Richie Poort maakt deel uit van het tactische plan van Team Sky vandaag. In de afdaling komt Talensky bij Pinot, gaat er ook heel snel over. Pinot daalt nu met een ei in de broek, niet onlogisch als je tegen de grond bent gegaan. Ook Contador gaat tegen de grond, buitenbeeld is dat gebeurd. Contador met problemen aan de fiets. Sagan staat daarbij, die vooraan in de vlucht zat. En Sagan zal uiteindelijk zijn fiets afstaan aan Alberto Contador. Vincenzo Nibali, Chris Froome, Alejandro Valverde en Nairo Quintana hier samen in de afdaling. Ze krijgen een mooie kans om tijd te pakken op Contador. En dit is nog een moeilijk momentje voor Simon Geschke. Wordt bijna overhoop gereden door zijn eigen volgwagen. Maar hij begint aan de slotklim met 1 minuut 15 voorsprong. Dat is veel en dat is ook niet veel hoor. Op 6 kilometer klimmen kan je ook een inzinking krijgen en zijn ze zo terug. Maar Simon Geschke is een man die deel uitmaakt van de categorie mannen met baarden. Op 3 kilometer van het einde komt Talensky binnen de minuut. Het is vooral die laatste kilometer, zoals je er net al zei, die zwaar is. Frank alleen nog met Pinot. De man die de beste zaak van de dag doet in het klassement is uiteraard Frank. Hij zal in elk geval in de top 10 belanden. Hij zit al een poos tussen de dranghekken. 47 seconden wordt gemeld nu, 45 seconden. Maar het zal in principe met die zelf zware laatste kilometer toch in principe tekort komen, Talensky. Hij kan wel een groot verzet aan Talensky. Ja. En houdt ook Pinot goed af. Hier komt dat door alleen. Verliest nog meer terrein, dat gaat naar de 2 minuten. Hier komt Simon Geschke uit Berlijn. En ik verwacht me aan een hele grote ontlading bij deze man. Want het is nog maar de tweede keer in zijn carrière dat hij de overwinning plukt. En hij doet het hier in de Tour, Jan Dori. In Pralou. Talensky. Ja. Plekje 2. Dat wordt nog ruim een halve minuut. Hier, en daar gaat Quintana. Toch nog een aanval van Quintana. En dan wil ik de flitsende reactie van Froome. Het is altijd op dezelfde manier. Quintana lijkt nu wel wat meer ruimte te nemen. Kan hij nog een tand bijschakelen? Nee, Froome komt toch weer terug. Ja, die is zo zelfzeker. Die weet van man, dat heeft geen zin. Die krijg je weer naar nu toe. Oh, wat is dat hier, een voorbereiding van een demarrage? Ja. Maar hij heeft het gezien. Hij heeft het weer in de mond, hè. Hij heeft het weer in de mond. Hij had het manoeuvre door. Ja, ze rijden nu wel van de rest weg. En nu kijken of Froome geen counter gaat plaatsen. Ja, hij zet door. Hij zet door. Ja. En Quintana, kun je nu nog volgen? Ja, dat doet hij. Quintana hier uit de bocht. Dat is dicht bij de streep. Maar dat wordt toch nog een seconde.
Nou, net niet. Quintana dus voor Froome binnengekomen. En dan kijken we naar de aankomst van Valverde. Helemaal kapot. Helemaal kapot. Op 7 seconden van Froome en Quintana. Nibali verliest vandaag 15 seconden op dat tweetal. En dan is het ook wachten op Alberto Contador. De ongelukkige in de afdaling van de Col d'Alos. Komt binnen op 2.17 van Froome en Quintana. Alberto Contador. Een hand van Quintana voor Froome. Hij beseft het. Hier is weinig aan te doen, proficiat man. Ik kan maar proberen en jij kan maar volgen. En als je dat kan blijven doen, dan ga jij de Tour winnen. Hier is Simon Geschke, de winnaar van de rit met de oerkreet. Daar staat hij, de Berliner. De eerste Duitser sinds 1997, sinds Jan Ulrich, die een bergrit wint in de Tour. Het is wel de vijfde Duitse ritzege in deze ronde. En dit is Michelle Froome, mevrouw Froome, 5 maanden zwanger. Staat haar man op te wachten aan de finish. Hij heeft vandaag alle aanvallen heel makkelijk gepareerd. Tom en Wout, jullie hebben aan de aankomst gestaan. Jullie hebben die coureurs zien binnenkomen. En ook gezien dat ze compleet kapot waren. Goh, dat is waanzin, hè? Het waren echte lijken die binnenkwamen. We stonden ongeveer 100 meter na de aankomst. En dat waren jongens die tot daar nog geen trap meer hadden gedaan na de finish, die echt geduwd moesten worden. Ja, ze smeekten om hulp, hè? Er stonden 8 pinsten van Vittel klaar om ze uit het zadel 30 meter omhoog te duwen tot bij ons. Bakelands, die zag grijs, wit, Oeran. Oeran ook, ja. Het was lijken die bovenkomen. Dat is wel echt een algemene indruk dat ik had. Wel elke renner tot uiterste heeft moeten gaan. Ja. Heeft dat te maken met de lastigheidsgraad van de Tour tot dusver? De warmte ook die ze gesloopt heeft? Want uiteindelijk een rit van 160 kilometer, dat is niet eens zo lang. Hè? Nee, ik denk dat het ook vandaag nog niet de zwaarste calls waren. Maar het was dan wel een finale met een heel technische afdaling waar dat dan moeilijk was, denk ik, om me nog te herstellen. Dus dat maakt wel dat de finale heel lang is, waar dat je constant in het rood gaat. Dus dat zal er wel mee te maken hebben. En in de laatste weken is het vermoed ik gewoon degene die nog iets meer over hebben dan de rest, maar ik denk niet dat iemand zich nog fris voelt. Ja, jij zei, die afdaling, daar laat je je hartslag geen 30 slagen zakken, want het is zo technisch, je moet zo geconcentreerd rijden. We zaten in een auto en daar was zelfs een hartslag hoog. Hè. Dus, het was echt een heel technische afdaling. En, ik kan me niet inbeelden dat je daar uitgerust beneden komt. En er was ook geen tussenstuk tussen, je draait direct de slotklim op. En ik denk dat je zo geconcentreerd moet halen dat geen recuperatiemoment is. Ja, we hebben een aantal beelden van die afdaling van op de cameraatjes van de fietsen. Ja. Kijk eens mee hoe snel het gaat. Dit zijn waanzinnige snelheden. Hè? Tom, ben jij een held in dit soort zaken? Ja en nee. Jij die alles durft? Ja, maar het is heel technisch. Hè? En ik rij met de motor, dus ik ben gewoon van me een beetje op de kant kunnen leggen. Maar met een fiets is dat toch nog iets helemaal anders. Ik zou zo snel niet durven gaan. Ik ben ooit van een Van Toe afgedaald en dan had ik 86 km per uur. En dan dacht ik, ik ben goed bezig. En dan hoorde ik ineens achter mij iemand, attention. En ik denk dat hij tegen 100 voorbij kwam. Ja, dat is een kunst, hè. Ja, ze hadden geluk dat het droog lag, hè. Want tweeënhalf uur na de aankomst van de rit gebeurde hier aan de aankomst dit, en dus ook op die Col d'Alos. Een plensbui van je welste, onweer, bliksem, donder. Ja, als je dit voor hebt 2 uur vroeger, dan krijg je een totaal andere wedstrijd, denk ik. Dan had ik vroeg wel eens willen zien dalen. Dan, Ja, en ook, ik had wel de indruk dat het ook geen nieuw wegdek was, dus... Ik denk wel dat er dan wel mogelijkheden hadden geweest voor jongen als Nibali voor een verschil laten bouwen. Maar ja, goed, het is nu zo niet. En Froome heeft denk ik alweer bewezen dat hij de beste uit deze ronde is. Ja. Worden jullie warm van Froome? Ik heb totaal niet. Je blik verraadt alles, toch? Ja, dat is zo... Ik heb respect voor hem als atleet en voor zijn wattages en wat hij doet. Maar hij begeestert me niet. Ik word er niet warm of koud van. En ik vind dat heel spijtig. Is het te berekend? Dat vind ik wel, ja. Nu, pas op, de manier waarop hij komt zelfs niet uit het zadel. Hè. En dat zijn toch geen prutsers die daartegen zitten vechten om weg te geraken van hem. En dat lukt niet. Maar het is wel heel berekend, ja. Ja. Hij wint wel aan respect bij mij. Ik bedoel, je ziet hem op zijn fiets zitten. We spreken hier elke dag van dat het er niet uitziet. Maar als je dan die afdaling ziet vandaag, hij is daar wel. En als hij in de derde positie zit, schuift hij naar die tweede. Hij is wel hyper geconcentreerd.
Ja, dat valt deze ronde wel echt op dat hij van zijn zwakke punten geleerd heeft en daar echt aan gewerkt heeft. Dat zag je al op die kasseienrit. En nu in de afdalingen weer, dat was eigenlijk hetgeen waar de concurrentie dacht tijd op hem te pakken, maar dat laat dat zeker niet gebeuren. En het is zoals je zegt, hij geeft altijd een heel geconcentreerde indruk en ik denk dat je daar alleen maar respect voor kan hebben. Mm. Ik denk dat Miro, hij zal hier wel een paar keer geweest zijn. Om dat te oefenen. Dat denk ik ook. Die afdaling kent hij als zijn broek zat. Dat zag hij zat gewoon in het wiel van Nibali, liet hem niet los. Ik kan me zo voorstellen, een paar keer die afdaling gedaan, ook gefilmd en dan op de kamer nog een paar keer bekeken, gevisualiseerd. Hij wist perfect wat je kent bedoel. Elke bocht. Hè? Ja, absoluut. Pijnlijk moment in de koers vandaag, die opgave van TJ van Garderen. Hè? Maar dat kan gebeuren, ziek worden. Ja, wij zaten in een auto op dat moment. Je komt er op de radio toe tegen en denkt, wat is er aan de hand? Ja, dat kon niet anders dan ziek zijn. Hè? Ja, dit zijn tranen. Hè. Dit is een evenement waar je maanden, bijna een half jaar naartoe leeft en dan sta je derde. Kan je je hand uitsteken naar het podium en dan word je ziek. Ja, er wordt geklaagd door de coureurs en door de ploegen ook dat ze in hotels zitten waar er geen airco is en bij deze temperaturen wordt er dan nauwelijks geslapen. Dan ben je vatbaarder voor ziektes. Ik begrijp dat eerlijk gezegd niet. Nee. Ik denk dat de renners in zo'n ronde als deze de voorrang moeten krijgen om toch de beste hotels die hier voorhanden zijn tot hun beschikking te hebben. Dat vind ik wel heel raar als ze zeker met zo'n rustdag waren, als ze dan optimaal van moeten kunnen profiteren. Minder hotels hebben, maar... Het is niet simpel hoor, om hier in de buurt goede hotels te vinden. Nee, maar je kunt toch een andere oplossing bedenken. Ze proberen de koers te moderniseren en iedereen de wattages mee te geven en alles te doen. En dan moeten die oude hotels... Sky heeft mobiloms bij, waar je perfect kan slapen. Dus moet iedereen zijn mobilo meebrengen in de toekomst? Ja, waarom niet? Maar heeft dat niet met budgetten te maken? Mm. Kan iedereen dat? Ja, ik weet niet. Het is ook geen doorsnee mobiloom, want als je een doorsnee mobiloom moet slapen in dit weer, dat is ook geen goed plan. Nee, maar in een Formule 1 hotel of een Campanile ook niet. Nee. Dat is waar. Nee, ik zal niet zeggen dat daardoor Van Garderen ziek is geworden. In zo'n uitputtingsslag ben je voor het minste vatbaar, dus hij heeft daar misschien niet rechtstreeks mee te maken. Maar ik vind het toch wel raar dat elk jaar weer die beelden opduiken en die tweets van renners, dat ze echt niet tevreden zijn over hotels. En, dat is toch iets wat ik eigenlijk niet kan begrijpen. Ja, de tourorganisatie wijst die hotels toe. Hè. Het is niet dat ze zelf op zoek mogen gaan. Ja, dat is dan nog het rare. De tourorganisatie moet weten dat eigenlijk heel belangrijk is voor een renner. Dus, moet je dat eens voorstellen dat dat voetbal zou zijn of tennis? Dat ze zo Federer in een klein hotelletje steken vlak naast Wimbledon. Moet hier slapen, op een matteke. Dat kan toch niet? Ja. Nee, dat is waar. Ze vragen voor respect voor de renners vanuit de organisatie, maar dan moeten ze zelf misschien ook wat meer respect gaan tonen. Maar ze moeten natuurlijk wel 300 mensen te slapen leggen. Het zijn niet alleen de renners, ook die omkadering, of meer zelfs. Het gaat over 400-500 mensen die te slapen moeten worden gelegd. Tom, we hebben hier elke dag vragen van kijkers. Uiteraard zijn er vragen voor jou en je uitdagingen. Eén daarvan heeft met de Tour te maken. Hè. Een vraag van Mélanger. Tom toert erom. Ooit gedacht de Tour te rijden als een van je uitdagingen? Oh, ja, absoluut. Ja? Maar veel trager dan het door de coureurs wordt gereden, denk ik. Ja, ik denk dat wel fantastisch moet zijn. Ja. Ik denk dat het bestaat, wordt hem niet een dag ervoor. Ja, er zijn er een aantal mensen die dat doen. Dat ik zou dat wel eens willen doen. Maar dan hebben we een afspraak voor volgende week. Tom is de Tour. Ja. Op een hoge bie. ik zou dat wel willen doen. Ik ga eens over nadenken. Misschien pak die uitdaging wel aan. Oké, dat zou wel tof zijn. Ja, oké, goed. We hebben een plan. Ja. We zitten eens samen aan de Tour. Hallo. Oké, waar hebben jullie de koers gevolgd vandaag? We zijn eerst aan de start te kijken, Jan Heemen. En dan hebben we... met Paul het parcours afgereden. En dan hebben we hier aan de aankomst de renners van heel dichtbij kunnen zien. We zijn ook bij Michel en José in de commentaarcabine geweest. Dus, En jullie zijn even gestopt op de Col de la Col Saint-Michel ook? Ja. Stonden daar veel Vlamingen? Er stond een koppeltje. We hebben er eentje lastig gevallen. Daar hebben we beelden van. Jullie waren vrij postig, moet ik zeggen. Maar uiteindelijk kwam alles goed, zoals altijd. Goedemiddag. Hallo. Wil je al iets te drinken hier? Ja? Wat ga jij drinken, Tom? Gin tonicje. Een mojito. Meen je niet? Maar drink je zelf niet mee? Ja, wel. Aan hem schudden. Merci. School. Is hier ooit vraagd? Ja. Mijn mond de jiggy.
Dat was de beste valtrail die we op het moment hebben. Dat volg ik nog aardiger als de Tour. Hè. De, ja. Ik had hier niet zo van gezicht. Ja. Zijn jullie klaar voor het seizoen? Ik denk het wel. Ja. Mocht je het ook drinken? Mocht je het ook drinken? Nee, nee, ik ben nu nog een weekje even de riem eraf en dan vanaf volgende week begin ik echt voor de cross te trainen. En dan blijft het gelijk vorig jaar toch? Gaan en blijven gaan. Kijk er vanaf de vierde beloon. Ja, zeker. Ja? We moeten nu een keer naar de wagens waaien. Salut! Thuis komt. Ja. Vraag eens, we moeten weg, want de coureurs komen er al. Ja. Ja. Merci voor de mojito. Dank mevrouw, merci. Merci en succes, hè. Dank je. Okay, voor een mojito toch één keer op tv geweest. Een ook, keer hè? Of 20 gestopt, heel veel weg. Ja. En zonder helm en beslijkt gezicht ben je moeilijk te herkennen, ik geef het toe. Ja? Maar hij zit hier wel, hè? Wat een kerel, zie je hem zitten. 20 jaar oud, haar, bruin. Ik denk echt wel dat... veel veranderd. Zelfs die beelden van de net van de WK, dat is enorm veranderd ten opzichte van nu. Dat is... Het is een vent geworden, ja. In een jaar tijd. We gaan de rituitslag eens bekijken. Opmerkelijk feit in de rituitslag, in de top 10 van de rit van vandaag, 10 verschillende nationaliteiten. 10 verschillende nationaliteiten. Geske, Talansky, Uran, Pinot, Frank, Kruiswijk, Roach, Castroviejo, Pauwels, Yates. 10 verschillende nationaliteiten, dat is zeer opmerkelijk. Dan het klassement. Kleine wijzigingen, maar nee, een aantal wijzigingen toch. Froome staat aan de leiding. Quintana op 3-10. Valverde op 4-09. Thomas, ploegmaat van Froome, schuift op in het klassement naar de vierde plek. Op 6-34. Contador volgt 6 seconden verder. Dan Gesink naar de zesde plaats opgeschoven. Nibali, Frank, Mollema en Barguil nu opnieuw in de top 10. Serge Pauwels is eerste Belg. Gaat van de 18e naar de 15e plaats. Bakelands staat nu 18e op 39 minuten. Pauwels blijft wel bevestigen, hè? Ja, hij verbaast heel hard deze Tour. Beste Belg in het klassement, denk ik. En ja, echt straf dat hij keer op keer die juiste vlucht weet te kiezen. Want je hoort toch van veel renners dat het moeilijk is om erin te geraken. En als je dat dan elke keer klaarspeelt... Ja. Eigenlijk is het zo moeilijk niet, hè? Als je Sagan volgt, ben je mee. Ja, dat kun je dan, moet hem kunnen volgen. Maar zeker opmerkelijk fris uit aan de aankomst, hè, Pauwels. Ja. Mm-hmm. Echt opvallend. Ja. Als je ziet waar we lijken dat wij gezien hebben, dan zag je goed. Ja, fris en monter, met een handdoek rond de nek bij Renaat Schotten. Ik denk dat ik vandaag bijna mijn beste benen had in deze Tour. Tenminste in het begin. En ja, het was hetzelfde scenario als anders. Sky die controleert, maar de beste coureurs of degene die niet de dichtst van het klassement, maar die wel nog zin hebben om te koersen, die gaan weer in een aanval. En, ja, ik was er opnieuw bij vandaag. Op Côte d'Alos was ik niet super of niet genoeg, net niet genoeg om de beste te volgen. Maar ja, ik neem weer tijd in het klassement en ik heb wel vanaf dan vol gereden naar de meet. Ja, ook hij had ze voor, hè? De lapsus, de Côte d'Alos. Ja, daar moet je echt voor opletten. Hè? En dan aan die volgende code, dat is de andere code eigenlijk, tussen de twee, moet je echt opletten. Ja. Tom, mis je Jurgen van den Broek in deze Tour? Ja, ik ken hem vrij goed en hij wordt vaak een beetje beschimd, maar uiteindelijk is dat nog altijd de beste ronde die we de laatste jaren hebben gehad. Ik mis hem wel, ja. Jij? Ja, toch wel. Ik ben van dezelfde mening eigenlijk. Er komt heel snel kritiek, omdat de mensen... Ja, hij is een keer vierde geworden en dan verwachten ze dat hij minstens vierde wordt of beter. Derde? Of ja, derde. Ja, na de disqualificaties van een aantal mensen. Nog straffer. En als je dan het jaar daarna nog in die top 10 of in die buurt komt, dat is ook een heel straffe prestatie. Dat is niet zo goed als daarvoor, maar dat blijft toch... respect verdienen. Dat is waar, hè? Dan zijn we niet meer content met een 10e plek of een 9e plek van Van den Broek, maar wel met een 15e van Serge Pauwels. Voilà. Daarom, ja. Zo is het. Goed, we gaan naar de man die de rit heeft gewonnen vandaag, naar Simon Geschke. We gaan daar live naartoe. Dat kan allemaal in de Ronde van Frankrijk. Dat bewijst Lieven van Gils bijna elke dag. Lieven, hele goede avond. Hij zit naast je. De man met de hipsterbaard. Knappe gast is het eigenlijk, die Berliner. En er zit nog iemand bij aan tafel, maar jij gaat wel zeggen om wie het gaat. Hè? Ah ja, zit er nog iemand bij aan tafel? Ikzelf om te beginnen zeker. Hè? Maar in ieder geval, de winnaar van vandaag is hier bij ons. Simon Geschke. Simon, congratulations. Thank you. You surprised us today, but I suppose that you surprised yourself as well. Yeah. I'm still a little bit surprised that everything worked out today perfectly. And I talked to my father 2 hours ago in the car. And even he said, I was not really believing in that attack. Yeah. So, I was just going for it and thought, that
that must be my only chance. It's not. Was it improvisation or was it part of a big plan? Yeah, actually, it was a feeling I had in my belly that I just have to try to get as much as advantage as possible before the last long climb. Mm-hmm. There were very good climbers. Mm-hmm. There were very good climbers in this group, and Richie Porte, Thibaut Pinot. I'm long enough professional to know that they mm-hmm. can and they will drop me on the long climbs. I mean, it was, yeah. So I just went and thought. And you finished solo, and yeah. that's the best thing there is, finishing solo. And you were very emotional afterwards. Let's have a look and let's listen to the flash interview that was taken shortly after you had crossed the finish line. All right, yeah. Just one question in English. It's an incredible day for you. Just tell us something about your feelings now. It was not the plan to cry live on TV, but I can't help it because it's. I'm not winning. It's my third victory as a professional, and it's here at the tour. It's just. I was dreaming since 15 years of that moment. And yes, yeah, Simon. This is what sport is about, right? Yeah. It was just a lot of emotions coming through, and I just couldn't help it. I wasn't thinking this morning that would be the day that I would cry live on TV. But you shouldn't be embarrassed. I'm not. Is about. Yeah. I heard that Tom Velers, your teammate, that he was crying too in front of his television screen. I got some messages that people had tears in their eyes, so I was not the only one. That's good. And as you just said, you called your father from the car on the way to the hotel. Because I didn't have my phone with me, and I got the phone from our PR manager, mm-hmm. from Benny Köln, and that was the only number I had in my head, the landline mm-hmm. number from my parents. So I dialed, I called them first, and he was at home, and he was very happy to hear from me that quick after the race. Yeah. He used to be a winner as well, your father. He participated, look here, in the 1976 Olympics. This is him with the white cap. Your father for East Germany, Hans-Jürgen Geschke, against the Bergmann from West Germany. There he goes. Yeah, he was a sprinter on track, so it was a little bit different than yeah. Great win, but yours is even bigger. Yours is even greater. No, don't you think so? Even nicer. No, I don't like to be compared with my father because he was world champion as well, and he was a track sprinter, so mm-hmm. of course I have to thank him for everything I achieved, also for this day, because he was the person that guided me a little bit to cycling, and he was never putting any pressure on me. And he said, "Yeah, if I would have seen that you have no talent, I would put you immediately into a soccer team or something." So he never wanted to force it, and yeah, he's just very proud. But it's just different. I mean, we were both cyclists, but I'm doing. Yeah. And I understand you didn't even feel well this morning, that you had concrete legs. Yeah, this morning I got out of the bed and didn't feel that bad, but the first 10-20 kilometers I was really suffering and thought, maybe I'm a little bit too well rested, and mm-hmm. My body felt like being on standby. So you didn't sleep well then, maybe, because you've been complaining about the quality of the hotels. Yeah, we didn't have AC. This is a picture from rest day one. This is you. What did you call it? The shithole? Did I? No, I don't know. But you couldn't even open your suitcases. Yeah, it was really hard. We didn't leave it like that because I don't like to feel the breath of my roommate in my ear when I sleep. So who's your roommate? Georg Preidler. That's him, by the way. So yeah, we rearranged the room a little bit just to have a little bit more distance. But that took away the option to open our suitcases, but there was also a hotel when someone stole my shoes, by the way. You stole your shoes as well? It was a bad story, Then one more thing about this beard of yours. Huh? Yes? Your colleague, André Greipel, suggested that you should shave it off now. Did he? Yeah. Uh-huh. What do you think? I'm not very convinced of that idea. No? It won't happen tonight, let's put it like that. No, it won't happen to Paris for sure. Because now I have a really nice picture in front of
the solo victory picture. And then that's you at the barbershop a few days ago. Huh? Exactly. I got a trend. So if I tomorrow say, yeah, I won the stage yesterday and no one recognizes me because the pictures look completely different, I'm not doing myself a favor, I think. I think you should never shave it off. Me neither. Is it your good luck charm? Probably, yeah. I have it since almost 2 years now, and I really got used to it. I don't know. I can't imagine to shave it off anytime. And it suits you. Then, I need a few signatures. Okay. First, maybe this... this shirt hier, go. En dan vertel ik aan de kijkers thuis dat het van gisteren, dat van Nibali, gewonnen is door Sam van Klimputten uit Ninove. And then the table over here, please, Simon. Marcel Kittel used to do this last year and the way before that. Yeah. You're a perfect stand-in. I'm in good company, I see. You are, a wonderful company. Perfect. You belong here. Then one more thing. About this beard, are you sure that it is a good luck charm? I've got an idea. Yeah, try it. What do you think? I mean, a real one is always better, but I like that as well. Yeah. Is it certainly? It's for now, it's perfect. Is it as cool as yours? Stop shaving for 3 months maybe, and then... Then it should be fine. Yeah. Let's have a picture. It looks as unreal as this day feels for me. So, the beard club. Thank you very much. Right. Thank you very much, Simon. Thank you. Good luck, and I see you tomorrow at the start. Thanks. Zo, Karel, nieuwe look. Ik stel voor, ik kan er eentje voor je meebrengen als je wil. Ze delen die dingen uit in het startdorp 's morgens. En jij kunt wel een beetje haar gebruiken, denk ik. Nee? Ja. Inderdaad, maar dan ga ik hem op mijn hoofd plakken. Ja. Zeg, en wie zat er dan nog naast mij misschien? ik ben eigenlijk te verlegen om het te zeggen, lieve. Maar ik keek naar het scherm toen ik naar jou kwam en ik zag twee mensen aan de tafel zitten. En dat bleek gewoon een beeld van mijn eigen tafel te zijn met Wout en Tom. Dus het is de vermoeidheid die toeslaat na 2,5 week tour. Mijn excuses, maar geniet nog. En die baard staat je wonder wel, man. Het is iets voor je talkshow in september. Tegen dan kan het wel nog lukken, denk ik. Ik ga... verder kweken. Oké, alleen de klank is een beetje minder als je die voor die microfoon hebt. Goed, nog meegeven, dames en heren, dat u nog altijd kunt bieden ook voor die tafel van Lieven. Hè, met al die handtekeningen op die prachtige tafel. Het is voor Kom op tegen kanker. En als u wil bieden, dan moet u surfen naar sportza.be. Via daar krijgt u de handleiding hoe u kunt bieden. Goed. Jullie zijn er nog, met twee. Ik ben heel blij. Tom, let jij veel op het commentaar als je naar wedstrijden kijkt? Ja, ik vind dat onwaarschijnlijk hoe dat Michel en José dat gewoon kunnen vol lullen. En dat is echt een kunst, want de laatste 4 dagen zit ik in de Provence in Dordogne, zonder Belgische televisie. En dan moet ik het op Frankrijk volgen. Dat is afschuwelijk. Ten eerste, het gaat alleen maar over de Fransman. Ja, Wesley Song zei dat hier ook. Ontzettend chauvinistisch, maar Smeet zei het gisteren ook nog. Maar ze kennen ook precies niks over de koers, ze hebben niks extra commentaar. Je ziet iemand wegrijden, waar wij al van zien op beeld van dat gaat niet lukken. En toch denken ze, ja, dat gaat lukken. En dan denkt hij, dat gaat niet lukken. Mm-hmm. Ze kennen er precies niks van. Het is... Wout, hoeveel keer was jij al in een commentaarcabine geweest voor vandaag? Dat was ook mijn eerste keer. Eerste keer, ja. Jullie zijn op bezoek geweest en dan zie je hoe alles werkt, hè? Onder de indruk? Ik hoorde vroeger op tv wel eens zeggen dat het kleine schermpjes waren, maar dat is nu toch al verbeterd, die indruk. Ja, en de fischebak is er nog altijd. Ja, want hij vroeg zich af of dat hij er zou instaan in die fischebak. We hebben niet durven kijken. Hè. We hebben ze niet durven storen. Ja, hij zal een fiche hebben van jou, maar ik denk dat hij niet in die fischebak zit van de Tour. Dat hij gewoon thuis is blijven liggen. Ik denk dat veldrijden nog in een ander vakje zit. Ja. Nee? In een lade. En dan zat je met heel veel aandacht te kijken. Jij zou dat graag eens doen, heb je gezegd. Ja, we waren vandaag te laat. Want ik had Michel beloofd van als je op tijd bent, mogen we dat doen. Maar ja, je gracht is een moeilijk. De finale was bezig al. Ja, dan wil ik niet zeggen tegen José, zet je even opzij, zal ik het even doen. Maar. Dat gaan we goed maken. Weet je wat we gaan doen? Aan het eind van het programma gaan we de laatste meters van Geschke nog eens tonen. En jij mag er commentaar op geven. Denk er allemaal eens over na. Goed? Oké. Okay. Maar je moet wel veel van koers kennen, hè, als je commentator bent. Ja, dat is waar. Dat ken jij ook. Christian Calvignac? Nee. Nee, echt niet? Nee, echt niet. Jij toch wel, hè? Nee. Nee. Dat is een visser hier van in de streek, denk ik. Och, jongen, ga er niet voorbereid gaan. Nee? Christian Calvignac is inderdaad gewoon een visser hier in de streek en was vandaag het hoofdpersonage in onze rubriek Toeristiek. Van zijn 6 jaar is hij al bezeten ter vissen. En hij vindt hier natuurlijk een prachtig decor met heel veel meren en bergriviertjes. We hebben ons team op afgestuurd. Team samengesteld door Hendrik Luiten, chef van de Langeberg, en Bart Maas. We'll be right back.
le plus grand acteur, c'est le poisson, parce qu'en fait, c'est lui qui décide. Le pêcheur essaye toujours d'avoir le dessus, mais au bout du compte, c'est toujours le poisson qui décide de mordre ou pas, quoi. Quand je suis ici, c'est justement j'essaye de vider ma tête, de penser à autre chose, d'admirer tout ce qu'il y a autour, parce que même si ça fait longtemps que je suis ici, je ne m'en lasse pas, c'est toujours aussi magnifique, c'est toujours... pêcher ici, c'est toujours un moment de bonheur. Les lacs de montagne sont à Levinet, parce qu'il n'y a pas de poissons naturellement. Mais on pense que ce sont déjà les bergers qui avaient amené des poissons de la rivière en bas, dans les lacs, pour avoir de la nourriture fraîche. Quoi. Passé 3 mois là-haut, ils avaient de quoi se nourrir un peu. Ça dépend des pêches. Si c'est une pêche où on va s'asseoir, on va poser, on va attendre que le poisson vienne, c'est pas chassé. Mais une pêche comme je la pratique en rivière, où c'est moi qui vais chercher le poisson, je vais poser à l'endroit où il faut, je vais être très précis pour trouver le poisson. C'est presque de la chasse, oui. Le moment où je lance, c'est le début de l'acte de pêche, on va dire. C'est le moment où je vais essayer de tromper le poisson, de le faire mordre à mon appât, de lui faire croire que c'est quelque chose de naturel. C'est vraiment le moment où j'espère, on va dire. Voilà. Moi, je ne suis pas très patient, je ne suis pas d'un naturel très patient et pourtant, je pêche et à la pêche, ça ne me gêne pas. Donc, je ne sais pas si c'est une école de patience, je ne suis pas persuadé. Peut-être un lac de plaine où là, il faut attendre, mais sinon, la pêche en montagne, je ne suis pas persuadé qu'il y ait une question de patience. Ja, mooie decors om in te gaan vissen. Tom, ik zei het in de genal, je bent vrij fanatiek aan het fietsen op dit moment. Je hebt de Grand Fondo gereden in New York. Grand Fondo in New York, waarom? Ja, dat is een ik ben ambassadeur voor UNICEF. En de Grand Fondo wordt gereden ten voordele van UNICEF. 5000 deelnemers. Ze hadden mij gevraagd om mee te doen. Dus ik heb een van mijn beste vrienden meegenomen en we zijn samen gaan rijden. Ja, Grand Fondo in C is een soort wedstrijd, hè? Het is een wedstrijd, ja. Er is een klassement aan verbonden. Ja, het is een wedstrijd, want ze doen ze in Italië ook, in Colombia en Mexico. Maar die van New York is echt specifiek voor UNICEF. Een hele zware race, want het is helemaal niet plat. Je vertrekt op Washington Bridge en dan is het eigenlijk onmiddellijk New Jersey en heel stijl. En dit was het einddoel? Ja, dat was een cadeau op het einde. Daar deden we het voor. Ja, veel hoogtemeters. Onwaarschijnlijk. Ik schrok er echt heel hard van. Ik wist niet... Ja, in New York denk ik, oh, dat zal wel meevallen. Maar op het moment dat je de Hudson overrijdt en New Jersey binnen, wordt het eigenlijk... zijn precies daar binnen. Ja. Je hebt ook van Barcelona naar Marbella gereden, ja, met een aantal vrienden. Ja. 1200 kilometer, 8 dagen. 8 dagen, dat zijn 13.000 hoogtemeters. Dat is ook pittig, hè, daar. Ja, dat was soms iets te pittig. De vierde en de vijfde dag, ritten van 200 kilometer met 3500 hoogtemeters, dat voelde wel. Ja. Mm-hmm. Wout, wat is de maximum afstand die jij ooit hebt afgelegd op een training? Op een training? Zal rond de 200 kilometer zijn, ja, denk ik. Nooit 300? Nee. 400? Nee, nog niet nagedacht. Nee. 600? Nee. Zou je dat kunnen? Ja, als een Tom dat kan, dan moet ik dat laten doen. Nee, ik kan me niks bij voorstellen. Eigenlijk. Ik weet hoe moe ik al ben na 200 kilometer of net iets meer. Dus ik vind dat wel heel straf. Ja. Ja. Dus jij hebt Bordeaux-Parijs gereden, Tom. Ja. 600 kilometer. Ja. We hebben daar wat beelden van. We gaan eens kijken. We beginnen uiteraard bij de start in Bordeaux. Hier worden jullie op gang geschoten. Ja. Jij en je compaan... Koen Wouters. Onverharde wegen maken ook deel uit van het parcours. De oude fietsen maken deel uit. De kostuums maken deel uit. En slapen, dat moet je af en toe ook doen. Dit is een telefoonhokje. Dat was de laatste. Ik weet dat ik niet ben. Ik kan toch niet meer dat ik hier moet slapen. Ja. En het gaat snel in zo'n fragmentje natuurlijk. Hier is Parijs al, de Champs-Élysées. Als ik zo was geweest, dat was goed. Ja. En daar staan Kat Luiten en Katrien Moerkerke. Ja, dat is... Toch een van de zwaarste dingen die ik in mijn leven heb. Jeetje, ja, man. Je mag er zeker van zeggen. Er zijn mensen die zich daar vragen bij stellen. Heb je dat echt gedaan? Ja. Ik ga je misschien kwaad maken. Nee, ik ga het ook nog eens vragen. Heb je het echt gedaan? Ja, we hebben het echt gedaan. Ik vond dat...
Ah, ik vond het eigenlijk heel erg verkoen. Want de mensen van mij wel wat gewoon. En, ik geloofde ook niet dat Koen dat zou kunnen. Ik dacht eerlijk gezegd echt waar. Die geeft na 300-400 kilometer ook. Maar van jezelf dacht je wel, ik kan dat. Ik dacht, als ik tempo kan blijven houden en me niet te hard verbranden, weet ik wel, als je de marathon eens samen hebt gedaan, ik heb 400 kilometer in een hondenslee race gedaan, dan weet je wel, ik kan door wat grenzen door. Dus ik wist, als ik me niet opblaas, dan kan ik dat wel. Maar ik dacht, Koen, die haalt dat nooit. Ik wist ook nooit niet waar dat hij was. Tot als ik aan de aankomst was, dan wisten ze mij wel te vertellen, hij komt eraan. En dacht ik, dat hij dat gedaan heeft, jongen. Mm-hmm. En als dan achteraf heel die hitze komt van, ze hebben het niet echt gedaan en het is gefaked en... Ja. Zou je het nog eens doen? maar niet meer met die kostuums en niet meer met die outfits. Nee. Nooit meer. Maar laat ons beginnen met die tour van volgend jaar. Hè? Ja, laat me nog even over nadenken. Ja. Maar misschien is het wel iets voor Wout om dat ooit eens te doen. Na je carrière, Wout. Zo eens proberen. Bordeaux-Parijs, vroeger was dat een wedstrijd die Van Springel zoveel keer heeft gewonnen. Ja. Ja. Ja, op zich is zo'n extreme uitdaging. Dat spreekt wel... aan, maar ja, zolang ik coureur blijf, zal dat toch iets zijn om daarmee te wachten, denk ik. Oh, waarom niet? Doorgedeven training. Goeie, goeie. We hebben bezoek. Dag. Alles goed? Bonsoir. Ah, pourquoi pas. Comment allez-vous? Voilà. On va très bien, et vous, ça va? Oui, oui. Ça va bien? Oui. Nous sommes peut-être en train de faire une mission, mais pour ça va bien. Oh, et... la mission, elle n'est pas très catholique. Hein? C'est pas du même mess, bon, hein? Bonne nuit, madame. Merci. Merci pour votre visite. Bonne nuit, dat gaat geen probleem zijn, denk ik. Ik denk het ook niet, ik denk dat ze goed gaat slapen. Oké, we hebben een vraag voor jou, Wout. Een vraag van een kijker, dat kan gebeuren. Live televisie, daar maak je wel wat mee. Wout, zou jij in de Tour beter tot je recht komen dan in de klassiekers, mocht je ooit de overstap maken naar de weg? Moeilijke vraag. Voorlopig heb ik daar nog niet echt over nagedacht, wat voor wegrenner ik zou zijn. Ja, denk ik voor de Tour stilaan iets te zwaar gebouwd zou zijn om echt in het Hoogenberg mee te kunnen. Klassiekers heb ik ook totaal nog niet veel ervaring in. Dus echt een heel moeilijke vraag om daar nu op te kunnen antwoorden. Ja, een citaat van een vooraanstaande Belgische sportjournalist, Hans van de Wegen. Van Aert is een superatleet, maar iemand zou hem uit dat veld moeten wegjagen. Ja, dat is makkelijk gezegd en ik denk dat dat een beslissing is die ik zelf moet nemen. En voorlopig is het veldrijden gewoon hetgeen wat ik het liefst doe. En ik heb het, Je zegt wel voorlopig? Ja, omdat ik niet weet. Ik ben nu 20 jaar, dus het zou dom zijn om nu te zeggen van dat gaat nooit iets worden dat ik graag doe. Dat kan natuurlijk veranderen. En ik denk als je dan Stieber vroeg toen hij 20 jaar was, dat hij net hetzelfde zou zeggen. Maar er komt een punt van verzadiging. Misschien, maar... Als je veel wint, blijft winnen. Misschien, maar misschien ook niet. Iemand als Van Nys is dan weer een voorbeeld die ook jarenlang het veldrijden gedomineerd heeft, de ene na de andere koers gewonnen heeft en die dat blijven doen is. En waarom niet? Dat is een heel mooie sport. Ook een heel veel eisende sport, waar ook zeker veel respect voor mag zijn. En bekijk het wielrennen niet als de stap hoger, zo gezegd. Ik bekijk dat gewoon als een keuze die misschien ooit gaat komen, maar waar ik nu voorlopig nog niet over nadenk. Wat zou jij hem aanraden, Tom? Een keer of 3-4 wereldkampioen veldrijden worden en dan de overstap maken. Oh ja, dat teken ik. Ja, voilà. Ik denk dat het punt van verzadiging dan wel bereikt is. Ja. Maar gaat je hart wat sneller kloppen als je Stibar hier die rit ziet winnen in de Tour? Dat is één van jullie, nog altijd. Ja, natuurlijk. Iemand dat veldrijder heeft geweest, daar ben ik automatisch een beetje supporter van. En zeker in zo'n grote wedstrijd als hier. Ja, de manier waarop hij die rit wint. Tactisch echt fantastisch aangepakt. Op het juiste moment zijn versnelling ingezet. En dat was wel een kippenvel moment. Mm-hmm. Tom, je hebt je pols... Tom. Wout, je hebt je pols gebroken. Ik ook al zo. Jij ook al een paar keer ongetwijfeld. In de Ronde van België, hoe gaat het nu? Goed, ik heb niet veel last gehad eigenlijk. Ik ben redelijk snel geopereerd geweest. En kon redelijk snel terug op de rollen fietsen ook. Dus ik heb dan een week of vier... geen competitie gehad, maar sindsdien nu ben ik toch al een week of drie terug aan het koersen. Dus eigenlijk mag ik niet klagen. Het zag er eerst erger uit. Ja. Hypothetische vraag voor allebei. Stel, je moet morgen een profcontract tekenen bij een wegploeg, een World Tour ploeg, en je mag zelf je ploeg kiezen. Waar teken je? Welke ploeg is nu de meest sexy ploeg van dit peloton waar je graag bij zou rijden? Ga jij beginnen, Tom? Oh, man. Moeilijk, hè? Ga je dan voor de wetenschappelijke begeleiding van Sky?
Ga je dan voor de zotternijen van Tinkoff? Ja, die zagen wij vandaag met de bus, met de coureurs, mee op de fiets. Hij werd zelfs tegengehouden door de tourorganisatie. En dan kwam er heel snel iemand zeggen, nee, laat hem maar door. Lijkt me wel een zotte ploeg om iets te doen. En je bent mee deelgenoot om met Sagan te mogen rijden. Ja. Dus ja, ik teken voor Tinkoff. Ja. Fietsen in de zomer met Sagan en in de winter pinten drinken met Sagan. Dat is een mooie combinatie. Ja. Waar kies jij voor? Ja, ik ook... Ik ben wel eigenlijk voor een heel professionele aanpak. Jij gaat naar Sky. Ja, dat zou ik zo niet zeggen. Dat is niet meer eten, hè, man. Ik denk... Het heeft ook heel veel te maken met hoe dat de sfeer in de ploeg is. En ik denk dat wel iets is waar ik ook heel hard naar zou kijken. Maar ik ben wel iemand dat professionaliteit wel heel belangrijk vindt. Mm-hmm. Jullie zijn vanmorgen al eens gaan kijken bij een ploeg, hè? Hoe professioneel alles gaat. Enfin, jullie zijn gewoon op bezoek geweest bij Vitte Peters en Felix Pikster. Je voeten. Ja. Zijn precies de vakantie? Hallo, jong. Ça va? Hallo, jongen. Alles goed? Alles in orde. Je moet wel bijgekomen, hè? Frank. Hé? En de fitten ook, hè? Ik weet eigenlijk niet waarom ze die fitten noemen eigenlijk. Want volgens mij heeft hij al de reten van die coureurs op. Echt. Zit er goed, fitten? Goed. Ik zou dat wat jij doet eigenlijk. Extreme gevallen. FID hash dieet. Ja, wat is dat? Is een helft. Fred is een helft. Ik heb vol kraak, maar geen gooien. Hallo. Ah ja, dat wordt van Bart. Moest hij niet de Ronde van Luik rijden of zo? Nee, dat is al gedaan. Van Luik, hè? Hier zal ik een selfie van mijn eigen. Allee. Ja. Wacht, ik moet nog even. Ik heb het gehoord. Dat was er Bunko. We die mensen zitten met een selfie van bij. Goed, wij zitten in Praloeg op de Placette. En Praloeg, dat is een klim die bij ons wel bekend is. Hè. Ook negatieve herinneringen oproept. Want het is hier op Praloeg dat Eddy Merckx zijn inzinking kende in 1975. Leek op weg naar zijn zesde toerzege, maar ging eigenlijk ten onder hier op de flanken van Praloeg. En toen woont Bernard Thévenet zijn eerste van twee rondes van Frankrijk. En vandaag is Bernard Thévenet op het toerpodium geroepen door Christian Prudhomme om een nieuwe gele trui te krijgen. En daarop staat 40 ans. Want het is inderdaad 40 jaar geleden dat Bernard Thévenet zijn eerste ronde van Frankrijk won. En hiervoor de basis legde op de klim naar Praloeg. Kussen zijn er ook van Bernard Hinault, vijfvoudig toerwinnaar. En Bernard Thévenet was een dagje in de Tour en heeft dan nog een cadeau gekregen, want hij kreeg Sammy Nairink gewoon op bezoek. Sammy Nairink is een ander cadeau voor Thévenet, samen met Jeff van der Langenberg. Nee, dat is het niet, hè. Met Olivier Smets en met Steven van Heften. Alles door elkaar op dit moment. Maar goed, daar zijn ze, alle drie. Du Tour de France avouait tout de même qu'il fallait un roi pour la gagner, c'était dit, le roi Eddy. Voilà Eddy, Eddy est ici, donc devant nous avec le grand braquet, il monte le col du Praloeg. C'était un adversaire un peu, pas tout à fait comme les autres, c'est un adversaire mythique en quelque sorte. Hein. Et à côté de lui, on avait l'impression de ne pas être sur la même planète, donc on se sentait tout petit à côté de lui. Il n'y a plus que Bernard Thévenet qui est en poursuite. Bernard Thévenet, semble-t-il, a surmonté la défaillance qu'il a connue tout à l'heure. Je crois que j'ai fait le premier kilomètre de la montée de Praloeg comme si c'était le dernier kilomètre de la montée. Je suis monté, j'avais la rage de m'être fait lâcher dans la descente. Mais après, bon, j'ai repris espoir parce que j'entendais, il n'y avait pas les oreillettes à l'époque, mais j'entendais par les spectateurs que je reprenais un peu de terrain sur lui. Donc j'ai pensé que peut-être j'allais pouvoir minimiser mon retard. Et puis à 2 km de l'arrivée, j'ai vu la voiture Molteni devant moi. Et je pensais que la voiture s'était laissée décoller, qu'Eddy était loin devant, mais non. Il était juste devant. Moi, je pense qu'il a eu la fringale. Donc, moi, j'ai vraiment fait un gros effort pour gagner cette étape. Je n'avais pas encore gagné d'étape. Donc, je voulais absolument gagner l'étape. C'est devenu mon objectif. Mais le dernier kilomètre m'a paru long. Hein. Oh là 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 là, j'étais à bout de force. Et c'est pour ça que je n'ai jamais pensé que je pouvais reprendre le maillot jaune. Moi, je pensais qu'Eddy était peut-être, je sais pas, 20-30 secondes derrière moi. Le maillot jaune, Eddy Merckx serre la main et félicite Bernard Thévenet maintenant.
je pense, une image historique, oui. Parce que au moment où on m'a remis le maillot jaune, il n'y avait pas un problème de télévision, de fil qui n'était peut-être pas assez long. Bah, je crois que c'était Fred De Bruyne qui faisait le reportage, et c'est lui qui a demandé à Merckx de venir parce qu'il ne pouvait pas l'interviewer en bas. Donc du coup Eddy est monté, du coup tous les journalistes sont montés, le podium protocolaire s'est transformé en podium de presse. Il y avait plein de monde là, c'est un truc de fou. Ja, dat is absoluut waar. Die boog had niet gemoeten. Maar dat allemaal speelde zich dat af op 200 meter van hier, hè? Op dat pleintje. Daar stonden ze met twee gele truien op dat podium. We gaan morgen opnieuw fietsen. En morgen keert het tourpeloton terug naar Gap voor de start van een stevige Alpenetappe alweer. Een etappe van 186,5 kilometer. Onmiddellijk bij de start gaat het bergop op de Col de Bayard, tweede categorie. Daarna nog 6 beklimmingen. 3 van derde categorie, eentje van tweede ook. En ook nog buiten categorie de Glandon. Op 10 kilometer van de finish in Saint-Jean-de-Maurienne wacht nog een kolletje van tweede categorie. De Lacet de Montvernier, 18 haarspeldbochten in een klim van amper 3,4 kilometer. Spektakelstukje wordt dat. En Saint-Jean-de-Maurienne was één keer aankomstplaats in de Tour in 2010. Een rit die we ons vooral herinneren door een duel tussen Andy Schleck en Alberto Contador. Schleck probeert Contador er meermaals af te rijden, maar raakt hem niet kwijt. De overmacht van de twee is wel verbluffend. En ze kijken zo vaak naar elkaar dat ze bijna gaan surplassen, hè? Echt naar elkaar loeren. Sammy Sanchez komt daar nog terug, de Olympische kampioen toen. En het grootste slachtoffer is Cadel Evans. Hij stort helemaal in en zal op die dag meer dan 8 minuten verliezen. Contador en Schleck komen nog bij de kopgroep, maar voor de dagzegen zijn ze net te laat, want Sandy Cazar gaat de spurt aan en wint ook voor Luis Leon Sanchez en Damiano Cunigo. Het was de derde etappezegen in de Tour voor Cazar, meteen ook zijn laatste. In 2013 zal de Fransman stoppen met wielrennen. Maar dit is de geslagene van de dag. Cadel Evans verliest na één dag zijn gele trui aan Andy Schleck. De rit van morgen is vanaf 2:50 te volgen. De Mich en de Kou heten u dan welkom in die commentaartribune die we daarnet zagen. Commentaar geven, dat moet jij nog doen, hè? Ah ja, dat is... Zie je het zitten? Ja, je hebt zitten schrijven tijdens de beeldbank. Ik heb iets zitten opschrijven, vooral omdat ik wist daar te weinig over, maar ik weet wel iets, ja. Je weet dat in normale omstandigheden niet kan, hè? Okay, dan komt iets op je af. Ah, je doet het weg. Ja. Oké. Okay. Ik geef de start van de beeldband en jij geeft commentaar. Ja. Oké, okay, dames en heren, hier komt hij. Tom Waas als commentator bij de aankomst van Simon Geschke. 3, 2, 1, startbeelden. Even leek het erop dat Giant zonder overwinning naar huis moest gaan. Maar hier is er dan Simon Geschke, 29 jaar. Ooit of eerder al vierde in de Brabantse pijl en zesde in de Amstel Gold Race. Maar dit moet ongetwijfeld zijn mooiste overwinning zijn. Vorig jaar een rotseizoen achter de rug. Toen werd hij door zijn eigen ploegwagen en vandaag ook bijna weer van de baan gereden en brak zijn sleutelbeen. Maar hier is er dan Simon Geschke. Ik ben een Berliner, zal hij ongetwijfeld nu denken. Een fantastische overwinning en wel verdiend. Ja, goed gedaan, Tom. Wat vond je wat? Straf. Ik verdenk me ervan dat hij op voorhand al heeft. Ja, maar jij wist ook van alles op voorhand. Ja, en toch zag ik nervositeit, Tom. Ja, dat is die. Ik zag je veranderen hier. Dat is 200 meter, hè. Mm-hmm. Michel en José, alle dagen, uren aan een stuk. Hè? Maar dat is het ook, hè. Alle dagen, dan wordt dit wel gewoon ook, natuurlijk. Hè? Wout, wat zijn jouw ambities voor komend veldritseizoen? Mijn ambities voor komend veldritseizoen? Zo goed doen als vorig jaar. En dat wordt heel moeilijk, omdat ik mezelf daar wat verbaasd heb in mijn eerste jaar bij de profs. En ik wil graag bevestigen wat ik heb laten zien. En misschien op de kampioenschappen dit dat ietsje beter zijn dan vorig jaar. Oké, okay. Ik wens je een Belgische trui toe. En we gaan erop klinken. Je verzorgt je in elk geval. Hè. Vanmiddag wel een mojito, maar dit is water. Dus ik ben al die mojito met een overschakelen. Dankjewel, allebei. We moeten nog een afspraak maken voor morgen, want onze tafel die gaat zo meteen de vrachtwagen in richting Soise Saint-Jean, naar het Château de la Tour du Puy. En daar gaan we een literaire uitzending maken met schrijvers, fietsers / wielrenners. En dat zijn Dimitri Verhulst en onze vriend Tim Krabbe uit Nederland. Echt wel wielrenner geweest. En nog altijd trouwens. Vive le vélo is er morgen om 21:55 opnieuw om 21:35 dus. Onze eindbeelden vandaag, dames en heren, staan op muziek van Wayne Carson. Die is eergisteren overleden op 72-jarige leeftijd. En dat is een man die onder meer de Elvis-klassieker schreef Always on My Mind. Maar we gaan luisteren naar de originele versie. Vive le vélo en tot morgen. Baby, I didn't hold you all alone. And I guess I never told you
I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, say a prayer. Girl, I'm sorry I was blind. But you were always on my mind. Ooh. You were always on my mind. Wout, wil je nog eens aan het wiel draaien? Zeker. Ja, doe maar. Als het op een zwart streepje komt, dan moeten we kiezen het cijfer eronder of erboven. Het is ons nog niet overkomen, maar het moet een keer de eerste keer zijn. Zoals nu. Je mag kiezen 149 of 152. 152. 152, dat is het rugnummer van Matteo Bono, een Italiaan van Lampre Merida. Dus daar gaat Lieven morgen naartoe komen. Goed. Weer een nieuwe naam. Weer een nieuwe naam, ja. Bono, zanger van U2. Ja. Nee, goed. Koud, Tom? Sorry. Oh, het is ijskoud. Ik heb alleen een hemdje aan. Oh, ja. Het is...